Even voelen. Is het een goede temperatuur voor een duik in de Zevenhuizenplas? Nou, ik niet vandaag. Heb je gevoeld hoe koud het is? Ik zou wel willen hoor. Ik zou hier wel het hele jaar willen zwemmen. Dus daar zijn we eigenlijk ook mee bezig. Hè? We zijn aan het kijken met een groepje mensen of we hier een verwarmd zwembad kunnen maken in de plas. En dan kunnen we in de winter ook zwemmen. En dan het kampeerseizoen, dus van april tot en met oktober. Lekker 20 graden. Kan iedereen lekker zwemmen. Ze hebben zelfs al uitgezocht of het kan zonder schade aan de natuur aan te richten. Nou, ik denk wat je je voor moet stellen is een langwerpig element, een bad, gewoon de plas in. Waar je niet alleen maar in kan zwemmen, maar waar je bijvoorbeeld ook langs kan lopen. Dus ook een beetje het pier-idee. En kan dat, een verwarmd bad in een natuurplas zonder schade aan die plas aan te richten? Ja, we denken van wel. Er is ook al onderzoek naar geweest. Als je het maar niet te veel opwarmt. Maar net genoeg om het aangenamer te maken om te zwemmen. En wat ook belangrijk is, is naast een sportbad maken we ook een recreatiebad. Dat het voor kinderen leuker wordt om te spelen. Want zoals je kan zien, het is hier prachtig, maar het is ook een beetje saai. Ze willen nu een ontwerp laten maken waarmee ze de boer op kunnen. Daarvoor hebben ze wel een beetje geld nodig en ze zijn een crowdfundingsactie gestart. Ze vragen een kleine bijdrage om dat duurzame openluchtzwembad in de Zevenhuizenplas een stap dichterbij te krijgen. Oeh, koud. Oh, het is echt veel te koud. Een paar graden warmer en dan kunnen ook stoeren wat je het hele jaar zwemmen. Steun ons met 1 euro.